Hey jongens, je bent weer Dennis, a.k.a. Renske. En vandaag hebben jullie wat live Call of the Ghost. En vandaag is het Domination op Chasm. En ik speel op de PlayStation 4. Je hebt mijn controller. En het probleem is nou, ik weet dus niet hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. Want er gaat best wel veel gezeik van vooraf voordat deze video ook echt op YouTube staat. En we spelen op Chasm. Chasm is vrij close. Ik doe een badge. Maar in ieder geval, zoals ik al zei, als ik nou een video wil uploaden, dus deze video hè, die nu online staat, dan kun je even vertellen van wat er allemaal vooraf is gegaan. Dus als eerste heb ik dus dat ik dit ga inspreken en ga spelen. Vervolgens heb ik de gameplay geüpload naar Facebook. Dat duurt ongeveer 1,5 uur. Daarna heb ik die gameplay weer afgedownload. Dat duurt ook weer zeker 1,5 uurtje of zo. Vervolgens heb ik die dan in Sony Vegas gezet. Heb ik mijn stem en mijn webcam erbij geplaatst. Want die heb ik dus ook al opgenomen. En dan ga ik hem renderen. Dat duurt ook weer even een tijdje. En ik moet die dubbelkill. En dan uiteindelijk het uploaden naar YouTube. Dat duurt nog 1,5 uur, wat ik zeg. Nee, dat kost bijna 3 uur trouwens. Ligt aan hoe lang de video duurt. Maar als die snel langer dan 10 minuten duurt, dan gaat het toch meestal wel 3 uur duren om deze video online te zetten. En ik had gelijk 4 kills. En ik weet niet of jullie hebben opgelet hoe ik deze eerste paar seconden speelde van deze match. Want dat is waar ik het nou over heb. Ik heb er expres niks over gezegd. Want ik ben benieuwd of dat jullie is opgevallen. En, oei, wacht. Er zit hier echt een enemy. Ik weet niet waar. Ah, 2. Ja, in mijn rug. Alle 2. We waren al onze vlag kwijt. Ik zag het al. Dat is kut. In ieder geval, het belangrijkste in Call of Duty zijn de opening routes. En daar wou ik het vandaag over hebben. Als jij een match speelt, dan kan de opening... Ah, god, mijn controle is leeg. Dan kan de opening... Die kan een verschil maken. En wat ik ermee bedoel is... Heppedeppe. Even wachten. Ik ben dood. Wat ik ermee bedoel is dat als jij bij het begin bepaalde kant inloopt en je doet het altijd, dan weet je waar de enemies kunnen komen en hoe lang het duurt om op bepaalde posities te zijn. En dat was echt een faal eerste klas. Ik ga lekker en wat gebeurt er? Controle leeg. Kan altijd gebeuren natuurlijk. Het probleem is, die kabel die erbij zit is net iets te kort. Dus ik kan hem toch niet opladen met kabel, dus ik moet even een andere pakken. Dus ik heb even een andere gepakt, ziet hetzelfde uit. Dus. Aanpakken. Aanpakken, haal ik het nog? Nee, ik ben altijd te laat. En dan ga ik nog dood ook. Nee, net niet. Maar in ieder geval, dat is dus gewoon belangrijk. En het ligt er ook aan welke game mode jij speelt. Dus per game mode verschilt het wel wat de opening route is. En wat je het belangrijkste is om te doen. Want als jij bijvoorbeeld... je doet Search and Rescue of Search and Destroy. Dan is het gewoon enorm belangrijk hoe jij loopt. Dan is het echt enorm belangrijk. En ik kan het net niet zien. Dit is klote, ik kan het net niet zien hier. Ik loop ook nooit in deze bus, wist ik veel. Ik weet dat hier onder... Oh, yo, pas op. Volgens mij zit er nog eentje. Ik ga eventjes omhoog. Zit er nog eentje? Oh shit, zit overal. Holy fuck. Wait for it. Er zit er eentje buiten, sowieso op de A. Hier zit er eentje. Even rustig jij jongens. Even op adem komen. Ah, ik had echt bijna durven wedden dat er iemand onder de grond zat. Of ja, onder die bus is het eigenlijk, hè. Oh ja, ik zag hem vliegen, dacht kut. Dat is het leukste, er staan 15 teammates bij één vlag. En we gaan nog dood. Juist. Goed werk, jongens, goed werk. Hij kwam hier vandaan, dus ik kon ook niet heel veel aan doen. Dit binnen allemaal. Als je op de UV kijkt, 2 man hier. Ze komen niet naar buiten. Ik denk dat ze eerder via deze kant naar buiten komen. Zou ik doen in ieder geval. En zij ook, dubbelkill. Satcom uplink enabled. Hardline. Dat er nog één. Ik weet niet of ik die hier kill kan killen, want ik heb geen long range wapen. Eigenlijk wel, hè. Dit is een assault rifle. Ik vergeet dat weer. Ik vergeet weer dat dit een assault rifle is. Assault rifles zijn altijd long range. Oh, behalve dit ding. Maar dat is slecht. Nee, maar dit ding is een silencer. Ik vind het gewoon niet logisch. Een assault rifle die standaard een silencer heeft. Het zal wel. Ik zal niet zeggen dat het niet kan, maar ik vind het gek. Ik moet heel snel zijn. Pak ik nou bijna dood ook. Het is mij hier een te grote chaos, want ik sta er constant alleen voor. Ik ga even naar boven, hopelijk kan ik in de rug komen. Altijd belangrijk. Of jij, bijvoorbeeld op de kaart zie je soms bijvoorbeeld posities waar enemies zijn. Als jij bepaalde routes kent dat je precies in de rug kan komen, dan win je altijd. Degene die achter staat, die wint altijd. En dat is eigenlijk hoe je Call of Duty moet spelen. En gewoon constant die routes weten, hoe kom ik bij de enemies in de rug. En dat is dus ook bij die opening routes. Hoe kun je precies zo komen dat je altijd het voordeel hebt? Of in ieder geval, jij weet waar de enemies 9 van de 10 keer komen. Want dat had ik vroeger. Vroeger speelde ik heel veel Search and Destroy. En op den duur dan wist je gewoon hoe lang het zou duren als enemies op een bepaalde positie konden komen. Hoe lang het zou zijn als zij Lightweight hadden. Of als zij gewoon normale perks hadden.
wanneer je ze kon verwachten op welke plaatsen. En dan heb je echt een enorm groot voordeel. En dan ben je denk ik wel een beetje een pro tussen aanstekens. Ik ben dat niet meer geweest sinds Call of Duty 4 denk ik. Of ja, Call of Duty 4, Call of Duty 5. Call of Duty 5, daar deed ik echt, echt veel spelen. Ik vond me daar echt goed in dat spel. En nou vind ik me eigenlijk een beetje average dus. 1904. Toen wist ik het allemaal wel. Nou speel ik heel veel Domination. Domination is natuurlijk altijd wel random. En dit is trouwens een gewone Domination. Want jullie weten misschien wel, er zit Ground War in de PlayStation. In de PlayStation 4. Dat klinkt niet, hè? In de PlayStation 4. In ieder geval, de PlayStation 4 heeft een aparte playlist. En die heet Ground War. En ik dacht dat ik hem dood had. In ieder geval, Ground War, dat is in plaats van 6 tegen 6, is het 9 tegen 9. Dus meer man. En dat is op zich leuk. Dat is zeker leuk, want de map in het spel zijn over het algemeen enorm groot. Alleen, dan kun je niet echt meer mensen verwachten. Want er zijn er zoveel mensen dat je ze niet allemaal meer in de gaten kunt houden, zeg maar. Securing Bravo. Nou, die keer gewoon lekker stilstaan. Bedankt, hè. Ik zit op een B. Ik ga niet naar B. Ik zie niet in mijn rug, niet in mijn rug. Altijd als ik iemand achterna loop, word ik in mijn rug geschoten. Gotcha. Ik speel trouwens op mijn specialist, hè. En ik wil eigenlijk niet bij live commentaires mijn specialist spelen. Wel omdat ik het leuk vind, maar ik doe het niet omdat de scores zijn dan meestal slecht. Kijk maar nou, 22-4. Als ik nou bijvoorbeeld assault had, dan had ik waarschijnlijk nou misschien 35 om 2 gehad of zo, weet je wel. Die met zijn Saint cappen. Ah, die enemy had hem net. Oh, shit. Dat is kloot, hè. Ik zag dat die enemy, ik zag die vlag erachter. Ik dacht even dat dat friendly was, omdat ik blauw zag. Het is meer te bedriegen. Ik heb verdediging op voor de zekerheid. Ik weet niet, ik heb nog meer dan genoeg ammo, maar zul je altijd zien, hè. Als je hem niet oppakt, dadelijk vind je geen wapens meer. En dat vind ik trouwens enorm fijn aan dit spel, want je hebt zeg maar één wapen. Dus als je een wapen oppakt, dan kun je heel makkelijk gelijk wegklikken en dan heb je hem altijd gewoon in de zak zitten. Ik kan er eentje aan. Ik kan hem al gezien. In ieder geval, je pakt hem en dan druk je gelijk op 3 keer. Dan krijg je niet echt een animatie, maar je hebt hem wel bij en dat is eigenlijk wat ik bedoelde. Off the grid, 12 point streak. Zit op zich een mooi streakje al. Mooi weg. Die cam die kan ik wel vergeten, denk ik, maar. Ah, we zijn mooi weg, jongens. Het komt goed. Komt nog goed. Er is nog toekomst voor mij. Enemy SATCOM spotted. Gotcha. Ik snap niet dat ze niet bij A komen. En dit vind ik ook niet echt fijn. Constant dat ik hier naar boven loop, ben ik bang dat ze net in mijn rug spannen. Oh, ik dacht even de enemy was. Holy shit. Dit kan nooit lang goed gaan. Ik hoor dat mijn ouders thuis zijn. Hopelijk komen ze naar boven, want dan hebben ze ook mijn commentary verneukt. Dat zullen ze niet doen. Even kijken. Waar moet ik heen? Ik zit nou constant gecontroleerd te spelen. Ik wil er niet zomaar op afrennen. Maar er zijn gewoon geen enemies op de kaart, want daar zitten enemies. Kom terug, kom terug. Niet dood, niet dood, niet dood, niet dood. Woe! Close, close call. En daar komt er een aan. Oh, hij zit onder ons. Ik wil hier echt weg. Dit vind ik echt geen fijne positie om te zijn. Mijn teams lopen ook niet mee. Dat valt me echt op hem op de kaart. Die zit allemaal achter. En op zich is dat niet erg. Kan ik alle kills maken. Maar ik snap natuurlijk wel soms wel even team met bij hebben. Night ride. Ik zie hem wel. Ik kan niet kiezen. Die is dood. Ik zag ook dat de enemy achter mij stond. Ik denk, stil. Niks doen, niks doen. Even wachten, want die enemy zit nou allemaal om me heen. Nou zit ik er echt tussenin. En dat is niet gunstig. Kan er eentje? Ik zag wel iets. Niet in mijn rug, niet in mijn rug, niet in mijn rug. Niet in mijn rug. Ook niet van voren. Oh, ik heb ping, hè. Dat is wel handig. Jullie kennen ping waarschijnlijk wel. Die streak, wat ik zei. Het is een perk, maar voor mij is het een streak omdat ik specialist heb. Maar bij die perk, dan kun je dus iedere keer als jij één enemy killt, dan krijg je een soort van, ja, hoe kun je het best noemen? UV eromheen. We lost alpha. Even kijken. 34. Even naar A toe gaan. Ik heb dit eigenlijk op best streak gezet, maar dat is nog niet, want ik zit pas op 14 of zo. 15, 16, misschien 16, ik weet niet. We gaan toch naar C toe. Come on, let's go. Oh, hier kan ik hem niet door. Lol. Ik ben verdwaald in deze map. Nee, dat niet, maar.
Als ik die ping niet had gehad, hè, dan had ik niet gezien dat er die enemy in de hoek lag te campen. En we hebben niet heel veel tijd meer, dus ik ga toch maar wat meer zoeken. Wow, 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 wow. Dat was een close call. Zit er iemand ondergrond? Ik ga niet kijken, want dan spawnen ze daar. Hey, waar zijn die mensen, man? Ik zie ze niet en ik durf niet altijd te lang op één positie te staan. Waarom ben ik dat zult in mijn rug komen? We hebben nog maar een paar puntjes, tijd. Dit is stom, zeker niet doen, niet doen, niet doen. Ik wou naar B te rennen, maar dat moet je echt niet doen. Dan ga je altijd dood. Vooral ik. Fuck! Ik challenge die mensen, moet je kijken. Hij had me al lang gezien. Ja, ik dacht weinig tijd, ik challenge hem. Fuck! Ik weet niet hoeveel kills ik er vanaf zat. Maar ja, dat is dus gewoon stomheid. Gewoon erop afgaan en denken van ja, wat moet ik nou doen? Ik moet ook aan deze kant van de map zijn. Deze kant vind ik veel fijner dan waar ik net zat. Ik zat gewoon een beetje trapped. Enemies hebben hier ook een honden. Ook niet gunstig, zullen we nou even nog voor de win gaan spelen, wil ik zeggen. Maar deze enemy, hoeveel geluk heb jij? Ja, dit is wel echt geluk, maar zij zien mij door de muur heen gewonden. Kutpuk is dat, jongen. Of streak is het, streak. Ah, 36-6. Is kut, het is kut. Ik zat dichtbij. Dit is een enemy, dat zegt al genoeg. Dit soort enemies moet je mee oppassen. Deze kerel had mij ook dood, volgens mij. Die speelt ook zo, dat zegt al genoeg. Nee, volgens mij had hij geen red dot, maar had wel hetzelfde wapen. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. En ik zou zeggen, de volgende keer als jij online gaat spelen, probeer wat meer na te denken bij opening routes, want die zijn echt enorm belangrijk. En succes daarmee en tot de volgende keer. Houdoe.